PSL gaan praten met Justin van der Horst. Hij is speler van de ploeg uit Korendijk. Justin, goedenavond. Goedenavond. Zo. Ja, ook jullie, hè, een aantal oefenwedstrijden speelt, een aantal bekerwedstrijden. Nou, het verhaal bij PSL is bekend, hè. Zeg maar 90% van de selectie van vorig seizoen is weggegaan. En zeg maar, daar één, of de onder 19 heet dat tegenwoordig, die is in principe de basis geworden van het nieuwe PSL in de derde klasse. Zeg goed, toch, hè? Ja, dat klopt. Dat is helemaal goed, ja. Wat dacht je toen je dat allemaal hoorde? En dat gaan we even doen? Nee, ik dacht niet van, nou, dat gaan we even doen. Dat potje gaan we even schillen. Nee, dat dacht ik niet. Nee, we wisten gelijk dat het echt een hele uitdaging zou worden. Want je weet in principe met wat voor elftal je komt te staan. En dat je, ja, de kans was al groot dat we gewoon in de derde klasse zouden moesten gaan voetballen. Dus ja, toen wisten we wel wat er komen zou gaan. Want het verhaal is, jullie speelden onder 19 bij de SEO Korendijk, toch? De meeste in het elftal inderdaad, een groot gedeelte. Zelf ben ik van Nieuw-Beiland afgekomen met nog twee andere jongens. Wij hebben wel gewoon in de jeugd, ja, tot en met ongeveer de C bij PSL gevoetbald. Toen zijn we, ze hebben toen een jaartje samengewerkt. Maar dat was al na een jaar gestopt. En toen zijn wij eigenlijk op Nieuw-Beiland gebleven, omdat we daar in een qua kwaliteit in een beter elftal kwamen. En qua sfeer zat het ook heel goed. En als we bij PSL hadden gebleven, dan was het qua kwaliteit een heel stuk minder. Mm-hmm. Oké, ga je starten met je voorbereiding, ga trainen, speel wat oefenwedstrijden, wat bekerwedstrijden. En in de verslag wat ik van Henk van der Heuvel las, afgelopen zaterdag verlies je dan met 0-3 van SDV. Je zijn toch ingeslaagd een wat aantal jongens van buitenaf, dus aanhalingstekens aan te trekken. Ja, klopt. Hoe zijn die bij jullie terechtgekomen? Nou, het begon met een jongen, Neto heette. Ja, die komt hier deze maand in PSL wonen. Dus ja, die wou toch gewoon een balletje trappen, om het zo maar even te zeggen. Dus die dacht van, dan sluit ik lekker bij dit team aan. En toen hij hoorde van... dat we nogal spelers te weinig hadden en nog wat op zoek waren naar wat ervaring. Heeft hij een vriend van hem die bij hem in het restaurant werkt gevraagd om ook bij ons te komen voetballen. Okay. Ja, die hebben allebei samen bij Charlo's gevoetbald. Zondag, hè? Ja, klopt. En uiteindelijk afgelopen week is er nog eentje bijgekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waar hij heeft gevoetbald, maar in ieder geval, we hebben gemerkt dat hij echt een van de betere is nou in het elftal. Dat is Jefferson, is dat? Ja, klopt. De Andrade. Toch wel apart natuurlijk, een jonge groep, en er komen opeens drie jongens van buiten met de nodige ervaring. Hoe gaat zoiets, hoe vindt dan die chemie plaats, Justin? Ik moet eerlijk zeggen, verrassend goed. Vooral die jongen die bij ons in PSL komt wonen, die paste zich al heel gauw aan. Ja, die vriend van hem, die doet in principe ook gewoon lekker mee. En Jefferson, die is pas nog niet zo lang in Nederland, dus Nederlands is niet zo heel goed. Maar in principe, van doet hij ook gewoon lekker mee en gewoon heel gezellig. Oké. Okay. Afgelopen zaterdag verliezen met 0-3. Trouwens... Die vraag heb je, toen ik je belde maandag om afspraak te maken voor dit gesprek, ook al gesteld, maar toch ook op de radio. Hoe gaat zo'n vereniging daarmee om dat opeens een hele selectie wegvalt bij PSL? Leeft dat voetbal nog bij het eerste, zoals afgelopen zaterdag? Ja, het is heel lastig natuurlijk, want je merkt het niveauverschil is gewoon heel groot bij wat je vorig jaar hebt staan. Dus ja, ik denk dat het voor de supporters even wennen is. Maar ik denk dat die ook heel blij zijn dat er nou weer gewoon jongens uit het dorp lopen. Mm-hmm. En ik denk dat de sfeer alleen maar ten goede zal komen. Ja, want de competitie, daar hoef je natuurlijk geen doekjes om te winden. Die is loodzwaar natuurlijk. Ja, dat gaat niet makkelijk worden, nee. wat verwachten jullie? Wat kan je doen? Heel verdedigend spelen, hoe moet dat zien? Wat gaan jullie doen? De bedoeling is om... zoveel mogelijk proberen te blijven voetballen. Want omdat als jij alleen maar gaat verdedigen, dan leer je uiteindelijk niks. En dan komen we met hetzelfde probleem waar ik van uitga dat we volgens mij spelen. Ja, dan kom je weer met hetzelfde probleem dat we dit jaar gewoon niks geleerd hebben. Hm.
Maar ja, ik ben van mening dat als jij op een gegeven moment een bepaalde achterstand hebt bereikt, dat je dan gewoon moet zeggen, ja, hier en niet verder. Ja, dan ga je maar met z'n tienen achterin staan, maar gewoon zorg dat er geen bal meer in komt. Maar in principe wordt het geen leuk seizoen dan, toch? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ja, dat is de kunst om toch de sfeer erin proberen te houden. En ja, gewoon te denken van jongens, dit seizoen is gewoon een leerproces. En laten we het gewoon zo mooi mogelijk maken. En volgend seizoen dan kijken we weer verder. Ja. Wat heb je zaterdag? Nog een oefenwedstrijdje of een bekerwedstrijd natuurlijk? Ja, klopt. Tegen LMO. En dan week erop voor de competitie vier polders uit? Ja, klopt. Ja, die zijn natuurlijk gepromoveerd uit de vierde klasse. Dus ja, we hopen tot daar misschien iets te halen zal vallen. Maar ja, we gaan het meemaken. Is er nog gesproken van dat er nog meer spelers naar u toe komen? Of blijft het voorlopig bij deze drie? Nou, ik heb in ieder geval voor de rest nog niks over gehoord. Mm-hmm. Maar ja, je weet het nooit wat ze nog uit de hoge hoed overen. Ja, het geeft wel aan. Hè. Op termijn moet het, want jij hebt het natuurlijk al meegemaakt met de jeugd, dat die samengegaan is. Dus van de drie verenigingen, op een gegeven moment moet het één vereniging worden. Goudzwart, wat is het, PSL en MSV. Ja, ik ben van mening van wel. Ik snap sowieso al niet waarom dat nog lang niet gebeurd is. Ja, ik bedoel, het zitten allemaal volwassen mannen. En ik denk van, op de manier hoe het gaat, ja, dat vind ik een beetje een kinderachtig verloop, om het zo maar even te noemen. Ja, ik denk van dat iedereen gewoon moet stoppen met een moeilijke gedoe en gewoon moet accepteren hoe het is. En uiteindelijk zal je toch wel samen moeten gaan. Ja, duidelijk. Met jou gaat het ook wel lekker? Ja, in principe wel. Ik ben de oefenwedstrijd tegen MTVV ben ik flink door mijn enkel gegaan door het veld. En daar heb ik, merk ik dat hij nog een beetje zwak is. Maar voor de rest dan heb ik eigenlijk geen klachten. Wat voor type speler ben jij, Justin? Ik heb eigenlijk sinds heel mijn leven gewoon op het middenveld gevoetbald. Mm-hmm. Mijn trap- en paastechniek waren denk ik altijd wel erg goed. Ja, ik denk dat ik het daar ook van moet hebben, want snel ben ik niet echt. En ik ben gewoon sowieso hard werken, gewoon inzet. En ik kan heel slecht tegen mijn verlies, dat vooral. Oké, dat wordt helemaal een moeilijk seizoen. ja, klopt. Ik heb, daar zal ik wel moeite mee hebben. Mm. Maar ja, het is ook van, ik bedoel van, ja, het klinkt raar, maar ik ben nu wel met, alsnog denk ik dat ik boven het gemiddelde van de gemiddelde leeftijd zit, zeg maar. Dus ja, ik zal toch ook wel iemand moeten zijn, zeg maar, die... Klaar trekt. Inderdaad, die gewoon de moed erin houdt. Dus ja, dat wordt wel een uitdaging om gewoon ook mijn frustraties binnen te houden, zeg maar. Hoe oud ben jij? Ik ben 19 jaar, bijna 20. Oké, de rest is allemaal voor 80% jongen. ja, precies. Ja, daarom. Ja, de meeste die komen nu pas uit de A. En ik voetbal nu een jaar in de selectie dan. Toch ietsje meer ervaring, zeg maar. Oké. Ik hoop dat jullie die selectie intact kunnen houden het komende seizoen. En dat je van tijd tot tijd nog het nodige plezier eruit weet halen. Ja, dat zal helemaal goed komen. Oké. Hey, Justin, we gaan jullie volgen. Ja, is goed. Hey, top. Hey, bedankt. Tot kijken. Hey, tot kijken. Dag. Hoi, hoi. Dat is Justin van der Horst, speler van PSL. Ja, dat wordt natuurlijk een lood zwaar seizoen. Maar we gaan het volgen.